Ja, daar zijn we weer. Nou, we gaan nog even een ritje knopen. Ik zeg voor jullie allemaal extra filmpjes. Pardon. Met deze ga ik de KD dichtknopen. Ik ga jullie precies laten zien hoe ik hem knoop. En misschien kunnen jullie er wat mee. Vergeet niet te liken en te abonneren als je het leuk vindt. En ik ga jullie nu laten zien hoe ik de KD-rig knoop op mijn manier. Veel kijkplezier. Nou, ik gebruik weer de BB Jelly Wire Weed. Die knippen we af op 40 centimeter. En dan gaan we weer strippen op 18 centimeter. Dat je 18 centimeter soepel hebt. Maak hem weer even goed schoon. Maken we hier weer een lusje in voor de her. Nou, en van als jullie van mij gewend zijn, ik heb dikke vingers. Dus ik gebruik een naaldje. En dan het beginstukje van de her. Ik heb weer het uiteinde stukje eraf. In dit puntje brand ik weer. En dan pakken we nu een haak erbij. Ik gebruik deze. Van Kamakatsu. Nou, die gaat door het lusje heen. Of door het oogje heen van de haak. Trek hem helemaal door. En dan wil je ongeveer 4 centimeter hebben. Vanaf je haakpunt. Nou, wat je dan doet, je slaat hem er 4 keer omheen. 1, 2, 3, 4. En dan leg je je her naar achteren. Dus naar achteren. Pak je herbeet samen met je haak. En dan sla hem nog een keer 5 keer omheen. 1, 2, 3, 4. 5. En dan kijk je hoe dit even staat. Dan wil ik hem via die kant langs halen, dus we gaan er even overheen. En dan doe ik hem er doorheen. Dat gaat ook wel eens niet goed. Gaat hij gewoon terug. Dat je hem er doorheen hebt. En dan trek je alles aan. En dan zie je dat hij dus eronderop vast zit. Gooi hem ietsjes terug. Gooi je her terug door het gaatje heen. Want je wil je her gewoon op de achterkant houden. Kijk, nu zit de her precies mooi achterop. De zijkant, daar loopt hij op. Wat je dan doet, je pakt je lijn even beet. Je pakt een pulley. Je trekt je knoop strak. Je gaat hem ietsjes rechter terugzetten. En dan heb je de KD-rig. Scherpe inhaking. En werkt perfect. Kan je bijna op alle wateren inzetten. Dat was dus de KD-rig. Mocht u er nog meer riggers willen zien, laat het me weten in de comments.
kan ik altijd kijken of ik ze kan maken. Anders kan ik altijd iemand vragen die zou goed kunnen maken. En ik wil ook kijken of mensen een lieveling hair hebben of een onderlijn. En die wil ik dan uitnodigen om hem bij mij te gaan maken. Zodat we laten zien hoe hun het maken. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende. Laters.